Danny, ja, een heugelijke dag moet ik zo noemen. Een nieuw veld hier bij Meeuwen. Ja, we zijn er ook bijzonder fier op. Want niemand had het eigenlijk gedacht dat we bij het einde van de veldcompetitie vorig jaar, zullen we het maar noemen, en dat de zaalcompetitie startte, hadden we een belofte gedaan aan onszelf dat bij de start van de nieuwe veldcompetitie dat we dan ook een nieuw veld zouden hebben. En we zijn erin geslaagd, dus we zijn er zeer, zeer, zeer tevreden mee. Absoluut. Ja, het is een groot verschil. Hè? Het is een kunstgrasveld zoals het hoort. Het vorige was goed, maar met dat zand was het meer een zandbak soms. Ja. Dat klopt eigenlijk. We mogen ook niet ondankbaar zijn. Laat ons zeggen dat wij een van de eerste clubs waren die echt een kunstgrasveld hadden. Maar er was ook een kunstgrasveld van de eerste generatie. Met natuurlijk ook zijn kwaaltjes. En toen wij hier als een van de eerste clubs een kunstgrasveld kregen, hadden we twee zaken. De ene zijn dus een verouderd veld. En tweede was er ook net een wijziging gekomen in de reglementen, waardoor ons veld eigenlijk te groot bleek te zijn. Dus er waren twee euvels die eigenlijk wel zwaar doorwogen op ons veld hier. En dat is dan ook bij deze allemaal rechtgezet. Ja, er is ook een crowdfunding georganiseerd. Dat klopt, ja. Het is ook wel zo dat wij krijgen, en gelukkig, want ik moet eigenlijk zeggen, dat is een oproep eigenlijk tot iedereen. Ik heb gemerkt dat zowel de stad als de provincie organisaties en administraties hebben die echt wel meewerken aan clubs om dingen te kunnen realiseren. Dus dit had hier nooit kunnen plaatsgrijpen als we niet zowel van de stad als van de provincie de nodige hulp, zeker ook van de stad via subsidiëring. Dus daar zijn we bijzonder blij voor. En ik denk ook, dat is een oproep tot alle clubs eigenlijk, er zijn heel veel mogelijkheden om u te richten tot hen. En ze gaan u altijd met de nodige raad en daad bijstaan. Wat ons betreft, wij hebben hier ook een mooie subsidie gekregen, maar dat neemt niet weg dat we ook zelf een financiële last te dragen hebben. En zo hebben we inderdaad gebruik gemaakt van de nieuwe technieken. We hebben een crowdfunding, dat is een website waar je dus op kunt, je kunt gewoon op Google, je kan er naartoe. Dat is www.rising.com. En als je dan doorklikt naar Meeuwen, dan kan je zien dat je een steuntje kunt doen aan onze club en dat begint van €5. En alle steun is welkom, uiteraard. Ja, een kunstgrasveld is natuurlijk ook voor de kwaliteit een pluspunt. Hè. Je kan veel intenser trainen, veel langer trainen, in alle weersomstandigheden trainen. Ja, je ziet in elke sport, ook in het voetbal, ook in het hockey, de kunstgrasvelden komen erdoor. Ja, het zou eigenlijk een beetje een verplichting moeten worden, denk ik. Wel, ik deel uw mening. Het is ook zo. En wat ik bijzonder leuk en goed vindt, is eigenlijk, en dat is dan meer bepaald voor onze sport, dat hoe langer hoe meer clubs de beschikking krijgen of volop bezig zijn om een kunstgrasveld te installeren. En ik denk dat dat alleen al voor de sport, dat ik nog altijd een zeer ondergewaardeerde sport vind, dat is voor onze sport op zich zeer belangrijk. Dus wij zijn een radertje, een stukje, maar er zijn nog veel clubs die met dezelfde projecten bezig zijn. En ik denk inderdaad dat het onze club op een hoger, onze sport eigenlijk op een hoger niveau gaat brengen. En dat is heel hoog nodig.